Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van Wat eet je dan wel? Ik ben Suzanne en vandaag ga ik 3 soorten vegan granola maken. Granola is krokante muesli met van alles erin. En dat kun je natuurlijk in de winkel kopen, maar helaas bevatten de meeste soorten granola honing. En vandaag laat ik je zien hoe makkelijk het eigenlijk is om het zelf te maken. Het voordeel daarvan is dat het meestal veel goedkoper is op die manier. En je hebt zelf helemaal in de hand wat erin gaat. Dus je kunt helemaal naar jouw smaak maken. Het zijn dus 3 soorten en ik heb in mijn hoofd om te maken de peanut butter granola, oftewel met pindakaas. Apple pie granola, een appeltaart granola en chunky monkey granola. Dat ken je misschien van het ijs van Ben & Jerry's Chunky Monkey. En dit is een beetje een versie daarvan in granola vorm. Met banaan en walnoten en chocola en kokos. En dat lijkt me heel erg lekker. Dus ik hoop dat het zo uit gaat pakken zoals ik heb bedacht. We gaan het zien. Ik ben begonnen door de oven vast voor te verwarmen op 160 graden. Dat geldt voor alle 3 de granola's. En ik gebruik vandaag voor het eerst mijn bakmat. Ik moet hem eigenlijk zo houden. Dus no spon, gewoon zelf gekocht. Maar deze heb ik gisteren gekocht bij de Bijenkorf. Dit is een silicomat markt. En hij is wel prijzig. Het is 2 tientjes. Maar dat betekent dat ik, als het goed is, geen bakpapier meer hoef te gebruiken. Dat is een stukje duurzamer dan elke keer vellen bakpapier. En het is heel fijn. Hij kan gewoon in de afwasmachine. En ik ga als eerste aan de slag met de peanut butter granola. Laten we beginnen. Wat heb je allemaal nodig? Havermout, gemalen kaneel, een klein beetje zout, pindakaas. En ik gebruik zelf het liefst 100% pindakaas. En dat bestaat dus echt uit 100% pinda's en verder helemaal niks. Maple syrup. Ik heb deze bij de Aldi gekocht. Vanille extract. En een heel verrassend ingrediënt, rijstwafels. Ik ga beginnen om de havermout in een kom te doen. En daar gaat 1/4 teaspoon zout bij. En dat meng ik goed door elkaar. En verder gebruik ik dus rijstwafels. En die ga ik in kleine stukjes verkruimelen. Niet te klein, je wil nog wel stukjes erin zien. Maar ook niet te groot. Nou, zo groot ongeveer. En dan ga ik een stuk of 4 er doorheen doen. Even kijken hoe dat er zo uitziet. Oké, en dat roer ik even goed door. Er mag nog wel een rijstwafel bij. Ik ga er 5 in doen. En als je nou trouwens rijstwafels over hebt en je vraagt je af wat je daar nog meer mee kan maken, ik kan je aanraden om daar vegan filet américain mee te maken. Het is zo lekker. Ik zal het ook hieronder linken hoe je dat moet maken. Dit ga ik goed doorroeren. Ik ga nog wel de kaneel erbij. Daar gebruik ik ongeveer een halve teaspoon voor. Ga ik er gewoon zo door overheen doen. En die zet ik even apart. Je hebt hier 150 gram pindakaas in de steelpan. En daar gaat een halve teaspoon met vanille-extract bij. En ongeveer 2 eetlepels met maple syrup. En dit ga ik even verwarmen en dan laten smelten. En ik heb er trouwens ook nog een eetlepel kokosolie aan toegevoegd. Nou, de pindakaas is mooi gesmolten met de maple syrup en het vanille extract. En ik laat het nu heel even afkoelen voordat ik het toevoeg aan de rest van de ingrediënten. Dan gaat nu de pindakaas bij de rest van de ingrediënten. Je moet echt zorgen dat alles goed bedekt is met de pindakaas. En dan pak ik de bakplaat en daar overheen ga ik het mengsel verspreiden. Nou, het ruikt in ieder geval al heerlijk. En dit gaat nu een kwartiertje de oven in op 160 graden. Deze komt nu uit de oven. En ik ga met een spatel alles even omscheppen, zodat de onderkant ook bruin gaat worden. Oké, en dan gaat dit nog een minuutje of 10 de oven in. Hey Siri! Can you set a timer for 10 minutes? Okay, your timer is set for 10 minutes. Ik vind het zo cool. En dan ga ik nu beginnen met de appeltaart granola. En daarvoor heb ik natuurlijk nodig havermout, een appel, walnoten, kaneel, een beetje zout, maple syrup, vanille extract, rozijnen en appelmoes. En ik ga weer beginnen met de droge ingrediënten. Ik ga 200 gram havermout afwegen. En daar gaat 1/4 teaspoon met zout bij. En 1/2 tablespoon met kaneel. En ik heb hier 75 gram ongezouten walnoten. Die heb ik in kleine stukjes gesneden. En die gaan er nu ook bij. En dan gaan er 75 gram rozijnen ook nog doorheen. Ik heb 1 appel. En daar gebruik ik een handige appelsnijder voor. Je plaatst hem in het midden, zo over de appel heen. En dan kijk eens eventjes hoe handig. En de appelpartjes snij ik in kleine blokjes. Oh,
Ook niet te klein, want ze gaan natuurlijk krimpen tijdens het bakken. En dan gaan nu de appelblokjes erbij. Dit is 100 ml maple syrup. En daar gaat een teaspoon vanille-extract bij. En ik ga beginnen met ongeveer 50 gram appelmoes door de maple syrup te mengen. Het ziet eruit alsof dit genoeg is. Dat gaat bij het mengsel. Neem je er dan doorheen. En zorg dat alle havermout met het appelmoes maple syrup mengsel wordt bedekt. Het ruikt echt al helemaal naar appeltaart. Heerlijk. Oké, en dan ga ik nu de appeltaart granola uitspreiden over siliconen bakvel. En dit gaat nu een kwartiertje de oven in. Oké, dan is het nu tijd voor de laatste versie, de derde versie. De Chunky Monkey granola. En daarvoor heb ik ook weer 200 gram havermout nodig. En ook hier weer gaat een vierde teaspoon zout erbij. En zo'n 75 gram walnoten. En ook die ga ik weer in kleine stukjes snijden. En dan gaat er ook nog een flinke hand met bananenchips doorheen. En die verkruimel ik op kleine stukjes. En dan heb ik ook nog kokos. Dit is kokosschaafsel. En daarvan doe ik twee handjes. En dit ga ik goed doormengen. En dan heb ik 40 gram met kokosolie. En hij moet nog gesmolten worden. En ik heb een kleine banaan. En die banaan die ga ik even fijn prakken. En de kokosolie ga ik nu even smelten. Oké, deze heeft er nu een kwartiertje in gezeten. En ik ga hem heel even omscheppen. Oké, dan gaat deze er nog een kwartiertje in de oven van 160 graden. Kokosolie is gesmolten en daar gaat nu de fijngeprakte banaan bij. En 1 teaspoon vanille-extract. En dat meng je goed door elkaar. En je kunt hiervoor maple syrup gebruiken of welk zoetmiddel je dan ook wil. Maar ik ga hiervoor stevia proberen. 1 teaspoon. Met 1 teaspoon bij het mengsel te doen. Stevia is vele malen zoeter dan suiker. Dit heb ik nu gemengd. En dit gaat nu bij het havermoutmengsel. En ook hier geldt weer voor goed mengen. Oké, en deze ga ik in een bakplaat storten. Omdat mijn bakmat nog in de oven staat. Maar dit kan ook prima. Ik vergeet trouwens iets heel belangrijks. Chocolade. En ik doe dit er gewoon met mijn handen doorheen. Oké, en zo ziet het eruit als het uit de oven komt. En dan gaat nu deze de oven in voor 15 minuten. En zo ziet de Chunky Monkey granola eruit als het uit de oven komt. Nu laat ik het een kwartiertje afkoelen en dan ga ik het in een pot scheppen. Oké, ik heb hier dus 3 granola's gemaakt. Ik heb ze nu in potten gedaan. Wat trouwens ook echt een heel leuk cadeautje is om te geven. Doe er een leuke strik om, een kaartje eraan met het uitgeschreven recept eventueel. Of de link naar mijn website. En dan heb je echt een leuk cadeau. Oké, ik heb dus 3 soorten gemaakt. Ik ga nu de peanut butter versie proberen met rijstwafels. En daar heb ik gelijk een heerlijke bol van gemaakt. Met fruit, kokos, sojayoghurt, pindakaas extra. En natuurlijk de peanut butter granola. Ik ga hem nu proberen. Een klein beetje van alles. Oké, here we go. De rijstwafels zijn nog steeds krokant. Ik heb deze nu 2 dagen geleden gemaakt. En het is nog steeds krokant. Wel goed afgesloten pot. Rijstwafels zijn echt heel lekker, vind ik, in granola. Heel lekker. En dan ben ik natuurlijk ook benieuwd naar die andere 2. Daar ga ik niet helemaal nu een bol van maken. Maar ik ga je wel vertellen hoe die smaakt. Ruikt heerlijk. Ik heb hem dus een dag of 2 geleden gemaakt. En dit is dus met stukjes kokos, met chocola en havervlokken natuurlijk en gedroogde banaan. Nou, echt Chunky Monkey. Al die smaken bij elkaar, echt lekker. Heel lekker. Van de volgende is de appelkaneel. Ook 2 dagen geleden dus gemaakt en nog steeds helemaal vers. Het ruikt heerlijk, het ruikt echt naar appeltaart. Doe ze wel in goed afgesloten potten. Nou, dan kun je ze denk ik wel een week bewaren. Ik ga heerlijk mijn peanut butter bowl opeten. En trouwens, ik ga je even een update geven over de 75 Hard Challenge. Ik heb er al over geschreven op wateetjedanwel.nl. Maar ik ben dus opnieuw begonnen vandaag. Ik was bij dag 34 geloof ik.
Zaterdag. En het was een hele drukke dag geweest voor mij. En ik had eigenlijk gepland om te gaan wandelen 2 keer 45 minuten aan het eind van de middag en aan het begin van de avond. Maar toen kregen wij dus, Fabien en ik kregen ineens het spontane idee om naar België te gaan aan het eind van de middag. En daar ben ik al heel lang niet geweest. Ik had er ineens zo'n zin in. En toen dacht ik, ja, dan kan ik dus niet meer lopen vandaag. Dat red ik dan niet meer. En ook, ik moest nog heel veel water drinken. Dat redde ik dan ook niet meer. Dus het was echt kiezen van, ga ik nu voor de challenge? Of ja, benadeel ik mezelf en ook Fabien, dan gaan we dan niet naar België. Dan dacht ik, fuck it, ik ga gewoon maandag opnieuw beginnen. Ik stop nu de challenge. Want als je 1 dag, zeg maar, de fout ingaat met 1 ding van de 5, dan moet je terug naar dag 1. Dat is dus gebeurd. Het is nu maandag 13 juli en ik ben terug bij dag 1. En ja, tuurlijk is dat wel balen, maar aan de andere kant ook weer niet. Ik vind het helemaal niet erg. Het zal misschien wel vaker gaan gebeuren. Het is ook best wel ingrijpend, 5 keer, die 5 dingen elke dag. Ook in het weekend, ook als je inderdaad een dagje weg wil of zo. Je moet het er allemaal omheen bouwen. En dat ging dus niet zo last minute, dus ik vind het niet erg. Ik heb al 1 keer 45 minuten wandelen vandaag erop zitten. En ja, ik ga zo meteen weer. Ik heb er gewoon zin in om weer tegenaan te gaan, dus het komt helemaal goed. Verder eigenlijk niks bijzonders. Ik slaap wel beter door, heb ik gemerkt. Vaak werd ik 's nachts wakker en nu ook wel om te plassen, maar puur om te plassen en dan slaap ik weer. Eerst lag ik echt wel vaak wakker, werd ik ook vaak wakker op de bank, omdat ik dan gewoon van alle geluiden gewoon gek werd en dan op de bank ging liggen. Maar nu, ik slaap gewoon door. Ja, het gaat goed. Vandaag is weer dag 1. Ja. Ik ga jullie nu lekker van genieten. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doeg!